vond het een geweldig openhartige voorstelling. Het heeft me heel vaak ontroerd. Ik ben ook blij dat er humor in zit. Want als je goed beseft, zijn het best wel zware, pittige onthullingen die de heren doen. Maar zo ingekleed dat je het, ja, je kunt het verdragen. Ontzettend interessant, onderhoudend, mooi, ontroerend. Er waren hele mooie momenten in. En, waarin ik nou even zo. Ik heb gehuild van het lachen, maar ook echt letterlijk gehuild. Want het was echt, er waren bepaalde stukken, dat was zo ontroerend, het heeft me echt geraakt. Maar dit kan zo landelijk gaan. Dat je 2 uur aan publiek zo kan boeien met humor, met... Weet je, ik zeg, ze zijn voor alle gekleurde gemeenschappen zijn ze rolmodel in hun kwetsbaarheid, in hun kracht, in hun worstelingen, in hoe ze met hun geschiedenis omgaan, in hoe ze met hun voorouders omgaan. Ja, weet je, het ontroert je, het is hilarisch, het is... Ik kom uit Suriname, maar het was bijna mijn verhaal, helemaal. Inspirerend, het contrast tussen de broers, dat ze elkaar zo aanvullen. Humor, en de poëzie, en de filosofie bij elkaar. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En de jongste is gewoon... Hoe moet ik het zeggen? Hoe heet hij eigenlijk? Joshua, die is... Ik bedoel, zijn timing. Die, ik weet je, ik zei tegen iemand, hij speelt pingpong met het publiek. Hij kan ze alle hoeken, hij laat ze alle hoeken en gaten zien. En hij kan ze zetten en hebben waar hij wil. Moeiteloos. Moeiteloos.